Hoe ga je om met calamiteiten? Daar moet elke organisator van een festival of evenement over nadenken en zaken over vastleggen in een veiligheidsplan. Dat van de Floriade is beoordeeld door een gespecialiseerd bureau. En die hebben nogal wat op- en aanmerkingen. Tot verbazing van bijvoorbeeld PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk. Nee, ik ben me daar kapot van geschrokken, want uh, het recept uh, voor een hele grote veiligheidsellende is als uh, de puzzelstukjes niet in elkaar passen. En dat is wat uh, het expertisebureau nu heeft vastgesteld: uh, dat het totaal versnipperd is, het veiligheidsbeleid. En dat betekent dat op het moment dat er zich een calamiteit voordoet tijdens het evenement eigenlijk niemand weet wat hij moet doen. De PVDA is benieuwd wat het onvolledige veiligheidsplan betekent voor de benodigde evenementenvergunning. Een goedgekeurd veiligheidsplan is daar namelijk een vereiste voor, merkt fractievoorzitter Rute Jonge op. En als dat veiligheidsplan opschuift, schuift de vergunning op. En wat betekent dat dan voor het evenement de Floriade? Loopt dat dus nu extra gevaar? Dat is toch wel een vraag waar ik een antwoord op wil hebben. Is dit zorgelijk? Absoluut. Ja. En die zorgen zijn er niet alleen bij de oppositie, maar ook bij coalitiepartij D66, zo vertelt raadslid Jan Lems. Hij vraagt zich af wat het prijskaartje is dat aan het veiligheidsplan hangt. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Wel kondigde de gemeente deze week aan de lening aan de organisatoren van de Floriade met 7,5 miljoen te verhogen. Ik hoop wel dat het ook past binnen het budget van de BV. En zeker gezien het extra uh, budget wat we nu weer ter beschikking stellen. Of het extra stuk lening. Dus ik ga ervan uit dat ze dat ook meegenomen hebben. Dat we nu niet een situatie krijgen dat er weer extra middelen bij moeten. En dan is er nog de kwestie van de directeuren. Van één van hen, Pieter Klo, loopt het contract begin april af. Onduidelijk is of hij ook daarna nog blijft. Nou, ik vind de timing wel heel bijzonder. Aanstaande donderdag gaan we praten over het feit dat wij twee directeuren hebben bij de Floriade BV met een ministersalaris. En we begrijpen allemaal hoe hoog de financiële druk is op het Floriade evenement. Dus dat is op zich al bijzonder. En dan komt er eh, afgelopen maandag een raadsbrief waarin staat dat een van de twee directeuren eigenlijk stopt per 2 april, maar misschien ook niet. En die onduidelijkheid daarover, ja, die vind ik toch wel heel bijzonder. Ja, dit, dit toont maar weer aan, wat de PVV van, van begin af aan ook gezegd heeft, dat er uh, geen goede verstandhouding is tussen de gemeente en uh, de Floriade BV. Met name de raad van commissarissen bij de Floriade BV. Het is natuurlijk een teken aan de wand dat een directeur zo kort voor aanvang van het evenement de biezen pakt. Want dat betekent gewoon dat ze wil aanvoelen dat het helemaal misloopt en daar de verantwoordelijkheid niet voor willen dragen. En dat is de reden waarom al die Floriade-directeuren het hazenpad kiezen. Met nog een kleine 15 maanden te gaan tot de start van het evenement verloopt de aanloop dus allesbehalve soepel. Eigenlijk is de Floriade gebaat bij vooral, vooral rust. En niet uh, gedoe over, over poppetjes. Dat, uh, ik zie dat helemaal niet zitten. En het is gewoon wederom slechte reclame voor de Floriade. Eigenlijk het enige wat wij zien van de Floriade als gemeenteraad. is ellende, is uh, moeilijkheden, zijn problemen. En dat is niet de modus waar we in zouden willen zitten. En dat is ook niet hoe je het evenement in zou willen gaan. Dus er moet nog wel wat gebeuren, denk ik.